Stop met die zwakke punten. Je sterke punten zorgen ervoor dat je kan uitblinken. Denk eens even terug aan je eerste jaar op de middelbare school. Stel je nu voor dat je met het volgende rapport thuiskomt. Je hebt 12 vakken. Voor de meeste vakken heb je een 6 of een 7. Niks aan de hand. Maar voor 2 vakken heb je een 9. En voor 1 vak heb je een 4. Welk cijfer vinden jouw ouders het belangrijkst? Over welk cijfer wordt er thuis het langst met jou gesproken? Het onderzoeksbureau Gallup legde deze casus voor aan meer dan 1000 mensen in meer dan 40 verschillende landen. De resultaten waren verrassend eenduidig. Meer dan 80% van de ouders willen het toch vooral even over die 4 hebben. Dat is de kracht van pijn. Op het werk is het niet heel anders. Vaak gaat 70% van ons beoordelingsgesprek over zwakke punten. Tenminste, pardon, verbeterpunten zou ik eigenlijk moeten zeggen. Hoe we het ook noemen, het gaat in ieder geval niet over onze sterke punten. Veel mensen geloven dan ook dat ze het meest kunnen groeien in hun zwakke punten. Mis. Onderzoek laat juist zien dat je jezelf het meest kunt ontwikkelen op je sterke punten. In de dagelijkse praktijk gebruik je je sterke punten, maar helaas ook veel te vaak je zwakke punten. Onderzoek van opnieuw Gallup laat zien dat slechts 17% van de medewerkers het grootste deel van de werkdag gebruik maakt van zijn of haar sterke punten. Het merendeel van de medewerkers is dus dagelijks vooral in de weer met zijn of haar zwakke punten. En dat is slecht voor de motivatie. Mensen die in hun omgeving werken waar ze hun sterke punten kunnen inzetten en ontwikkelen, zijn gemiddeld genomen 8 keer gemotiveerder dan mensen die steeds maar met hun zwakke punten bezig zijn. Het ontwikkelen van sterke punten is dus niet alleen veel effectiever, het is ook nog eens veel leuker. Uiteindelijk zijn het je sterke punten die ervoor zorgen dat je kunt uitblinken in leiderschap. Daarom is het van belang om vooral ervaringen op te zoeken die in lijn liggen met je sterke punten. Een goede vriend van mij is wat Gallup noemt een activator. Dat is één van de 34 profielen van Gallup. Iemand die telkens nieuwe ideeën bedenkt en opstart. Veel van zijn ideeën zijn zo goed dat ze uiteindelijk kunnen leiden tot een bedrijf of een non-profit organisatie. Hij is een uitstekende leider in de opstartfase. Maar zijn effectiviteit is beperkt in de stabilisatiefase die vaak komt na de opstartfase. Inmiddels heeft hij geleerd om in deze fase het stokje over te dragen aan iemand anders en zelf aan de slag te gaan om van zijn volgende idee een succes te maken. Hij kent zijn sterke punten en ook mindere punten en kiest er bewust voor om zijn sterke punten in te zetten en ze nog sterker te maken. Alleen zo kan hij uitblinken.